Ik ben Miel Knuts, ik werk bij Hubertusvereniging Vlaanderen. En met Hubertusvereniging Vlaanderen zijn we partner van het Interreg Partners project. Dat is een internationale samenwerking tussen verschillende Europese landen, waarin we eigenlijk experimenteren met beheermaatregelen voor de patrijs. Een belangrijk landschapselement voor de patrijs is een heg. Een heg biedt dekking en nestgelegenheid jaar rond voor de patrijs. En dat kunnen we doen door aan weerszijden van de heg voldoende overjarig gras te laten staan. Belangrijk is wel dat er na 3 jaar wordt gemaaid onder de heg, zodat struikopslag wordt tegengegaan en zodat het beheer van de heg eigenlijk doenbaar blijft. Als het dan gaat snoeien, dan zorg je ervoor dat je dat gefaseerd doet. Dus dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld in het eerste jaar snoei je de ene kant van de heg, het tweede jaar snoei je niets en in het derde jaar snoei je de andere helft van de heg. De patrijzenheg die bestaat uit verschillende soorten. En die verschillende soorten hebben het voordeel dat er op alle momenten van het jaar voldoende voedsel in de vorm van insecten, bloemen, bessen zijn voor de patrijs en andere akkervogels. Een goede patrijzenheg die mag eigenlijk breed uitgroeien. Dat is interessant voor akkervogels, want die kunnen daar eigenlijk ten alle tijde beschutting in vinden tegen roofvogels. Nog een belangrijk aandachtspunt bij een goede patrijzenheg is dat er onderaan de heg een ruige begroeiing overblijft. Die ruige begroeiing mag bestaan uit gras en andere kruidachtigen. En dat is belangrijk omdat de patrijs die vooral op de grond leeft, die heeft eigenlijk nood aan ruige begroeiing, waar die eigenlijk enerzijds in kan nestelen, maar anderzijds kan die daar eigenlijk ook beschutting in vinden voor predatoren. Hier is de heg duidelijk veel te dun. Dat is niet goed, want dan kunnen de akkervogels en de patrijs er minder beschutting in vinden. Een verbeterpunt zou zijn om de heg dus veel breder te laten uitgroeien. Hier zit er duidelijk een groot gaddende heg. Dat is niet goed, want een vos kan er makkelijk door en kan de patrijzen makkelijk vinden. Je kunt dat oplossen door een nieuwe struik te planten in het gat, zodat de heg terug dicht wordt. Hier zien we meidoorn. Dat is een interessante struik voor akkervogels. Het draagt veel bessen. Dit is gladde iep. Gladde iep is ook een interessante voor een patrijzenheg. Dat is een struiksoort die breed uitgroeit en daarmee beschutting biedt voor akkervogels. Hier zien we nog eens onze haagbeuk. Dat is ook een heel interessante voor een patrijzenheg. Want hij blijft zijn blaadjes behouden in de winter, waardoor er eigenlijk in de winter ook beschutting is voor akkervogels. Hulst is ook een interessante struiksoort voor een patrijzenheg. De hulst behoudt zijn groene bladeren in de winter, zodat er in de winter voldoende beschutting is voor akkervogels. En bovendien heeft de hulst ook bessen die als voedsel kunnen dienen voor de akkervogels.